Hallo, 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 dames en heren, jongens en meisjes. Mijn naam is Jan Schaven en welkom terug bij F1 2010 Career Mode. We gaan vandaag verder in Engeland, aflevering nummer 10. Heb jij de vorige race in Canada gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het kan direct boven dit i'tje. Klik daarop en dan zie je de video verschijnen. Maar ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse Formule 1 content. We gaan ook gewoon lekker door met F1 2021 My Team Career Mode. Die video's komen gewoon nog op mijn kanaal totdat F1 22 begint. We hebben in die vorige wedstrijd het gat gedicht naar Mark Webber. 3 punten is het verschil, dus dat wordt close. Dat kunnen we in deze wedstrijd dus gaan inhalen. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zeg een enkele aflevering van mij mist. Volg me even op de sociale media, @GiananSchaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam is in de beschrijving en like de video vooral als je hem leuk vond. Is het op naar de kwalificatie hier in Silverstone. En daar zijn we dus ook aanbeland. Lekker droog weer. Tijdens de practice regende het heel erg hard. Daar kwamen wij niet zo goed uit. Dus hopelijk dat dit wat beter voor ons uitkomt in de korte kwalificatie. Ik heb geen zin om hier in F1 2010 een Q1, Q2 en een Q3 te doen. De curbstones zijn hier wel verraderlijk. Die liggen hoger dan normaal, waar je de auto echt heel makkelijk kwijt kan raken. We komen aan bij de laatste bocht, want dit is nog de oude layout. Sinds 2011 zijn we naar de nieuwe layout verschenen. Cops Corner is hier bocht 1, dat is hier normaal. In het echte leven is dat natuurlijk niet. Want als je nu normaal hier zou rijden, dan zit je al op ongeveer 3/4 van het circuit. Want die eerste run, dat was helaas een mislukte run, hadden een cornercutting gekregen en dus geen tijd neergezet. Die tijd werd ons afgepakt, dus dat gaan we nu verbeteren naar een 1.35.5. Pole position voorlopig. En dat is het ook, pole position, 19e los van Mark Webber. Mijn titelrivaal staat op P2, dus dat betekent een spannende eerste ronde hier in Engeland. Daar gaan we voor aflevering nummer 10 van F1 2010 Career Mode. We gaan beginnen voor een spannende wedstrijd. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij de pitbox hier in Silverstone. Vertrekken vanaf pole position, 0% kans op regen. Het belooft een spannende, hopelijk wedstrijd te gaan worden. Vooral in die eerste bocht en tijdens de pitstops kan het cruciaal zijn of we daar een goede run hebben natuurlijk. Zo niet, dan zijn we de pineut en dan is Mark Webber ons voorbij gegaan. Sorry, dan breidt hij de voorsprong verder uit in het WK. Zo niet, dan pakken wij dat WK-leiding over van Mark Webber. Dus het is hier gewoon alles of niets. Even de car setup bekijken wat het beste is. Is het op naar de race hier in Engeland. Get the car off the jacks and start the engine. Let's get the car on the track. Onze thuiswedstrijd dus. We moeten gaan kijken of we ervoor kunnen zorgen dat ze deze race kunnen herinneren. En we zijn onderweg. En dat is een prima start. Verdediger al gelijk. Cops Corner. De eerste bocht. Maar Webber is daar beter weg. Kan hier niet aanvallen. Wordt gewoon geblokkeerd. Jazeker. En het is weer gewoon de leiding in handen. Een beetje te wijd. Gele vlag. Er is iets gebeurd. Maar ik weet niet wat. We kunnen weer racen. En dat gat naar Webber is al wat groter geworden. Jazeker, gaan gelijk hier de slipstream breken. We zitten in ronde nummer 2 als we daar Mark Webber hebben. Tweede poging voor de Australiaans coureur. Zeg ik dat goed? Weet ik niet zeker. Dat zeg ik niet goed. Australische coureur is het. We gaan daar een klein beetje op het gras. Krijgen een waarschuwing vanwege
corner cutting. Webber kan hier misschien aanvallen. De vraag is, doet hij dat ook? Nee, want hij staat onder druk van Fernando Alonso. De remmen moeten worden opgewarmd, adviseert de engineer Rob. Hard remmen in de bochten is het advies. Ze gaan daar wel een beetje van die curbzone af. Dat heeft onze exit verpest. Maar dat is geen probleem. En hier slaan wij een gat naar Mark Webber. Jazeker. We zijn los van de Australische coureur. En in ronde nummer 6 gaan wij naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. Hopelijk komen wij voor Mark Webber weer het circuit op. Die heeft een undercut gepleegd. Pitbox. 71 km per uur rijden bij. Maar toch ga ik er een beetje vaart in zetten. Bijna 100 km per uur in de pitstraat. Dat mag eigenlijk niet. En hopelijk dat de pitstop snel is. 3,9. Goed zo. Komen wij voor of achter Mark Webber weer de baan op. Pitlimiter uitzetten. Jazeker. En we komen... achter, nee, voor Webber de baan op. Jazeker. En daar al gelijk Aaron Shandok aanvallen voor P5. Maar Shandok valt gelijk De La Rosa aan. Mooi gevecht tussen die twee AI-rijders. Die dan hopelijk op de exit terugkruisen bij de BMW Sauber-coureur De La Rosa. En op naar de HRT-auto van Aaron Shandok hier aan de binnenkant zetten. Lukt dat? Nee, want Shandok houdt vol. Shandok geeft niet op, maar hier is dan helaas einde weg voor de Indische coureur. En dat is weer P4 in handen. We zitten in ronde nummer 3 als wij P3 hebben geërfd. Omdat er iemand naar binnen is geweest. Die Grassi, wat doe je jongen? Je houdt ons hier op. We gaan hier naar de binnenkant kijken van Mackets & Beckets. En Rob zegt, pas op, raak je teamgenoot niet. En het is P2. De volgende heet dan... Gemi, of Gami, Algeswari. Die in Canada een hele rare crash had meegemaakt. Die zichzelf had uitgeschakeld door tegen een muurtje aan te rijden. P2 dus in handen. Webber zit vast achter Heikki Kovalainen. We zitten in ronde nummer 9 en daar is Algeswari al gezien. Meer snelheid meegenomen... en zijn 18e sneller. Algeswari dus op P2. Die Grassi op het podium. Maar hij moet nog een keer naar binnen. Hetzelfde geldt voor Heikki Kovalainen. Webber rijdt daar volgens mij op P2. Of hij is helemaal teruggezakt. Ik weet niet waar Mark Webber rijdt. Waar rijdt Mark Webber? Kan ik niet zien. Ik wil dat wel graag zien. En tot nu toe is er niet zoveel bijzonders gebeurd in de wedstrijd. Behalve bij de pitstops. Waar het wat spannend werd met Webber... en een HRT-coureur, Shandok. En we zitten in ronde nummer 10 van de wedstrijd. Nog 6 seconden te gaan en zijn 1,5 seconde sneller gegaan. Jazeker. En dan zitten we alweer in de laatste ronde. Waarom? Er is niet zoveel gebeurd. Hamilton naar P2, Alonso op 3, Vettel op P4. Wij gaan hier zometeen weer een wedstrijd winnen in F1 2010. Ik weet mijn god niet waar Mark Webber is... Is er iets met zijn auto gebeurd? Weet ik niet. Wat wij wel weten is, als Webber niet in de punten vinden, is dat wij de leiding overnemen voor het eerst. Sorry. Voor de tweede keer in F1 2010. Want na Bahrein namen wij de leiding over. En jazeker, pakken we hier weer eentje bij. En is het op naar de volgende wedstrijd. Great drive! You dominated the whole weekend! Paul and the race win! Fantastic! Hier ben dan dus de uitleg van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Engeland. Hamilton voor het thuisblik naar P2, Alonso op P3, Vettel 4, Massa 5, Button 6, Rosberg 7, Kubica 8. We hebben niet in de punten. Dat betekent dat wij de leiding over hebben genomen van de Australische coureur. Jazeker, gaan aan de leiding in het wereldkampioenschap. Barrichello en Petrov... P9 en P10 dus. En Webber 16e. Schumacher 22e. Pijnlijk.
Pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk. Jazeker hoor. Fantastic win, mate! That's a hat-trick! Well done! Really nice driving. Hij heeft gescoord en 22 punten los van Webber. 22 punten los. Nou, dat is feest. Dat is groot feest. Nu hoop ik dat we in de volgende video verder kunnen uitlopen. Maar we kunnen een uitvoerbeurt eigenlijk permitteren. Want dan staan we weer op 3 punten achterstand. 172 punten voor mijn team. Het is groot, maar we kunnen misschien Ferrari en McLaren aanvallen. Red Bull is nog net iets te ver weg. Hopen op betere tijden. Want die Grassi komt niet echt mee. Jammer maar helaas. We've received an email from John Booth at Virgin Racing. He's put an offer in for you. Have a look when you get De teambaas heeft een mail gestuurd met een offer voor ons. We moeten even afzien, maar ze bieden gewoon 6. Wat is het? Ja, $6,500 per jaar. Het is veel voor een klein team, maar goed, ik moet even kijken wat we gaan doen. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze video. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike deze video dan. En vertel me ook waarom je het niet leuk vond. En trouwens nu op mijn kanaal. Abonneer je voor meer wekelijkse F22 career mode content. F2010 career mode content. Gewoon Formule 1 content. Schakel ook dat belletje aan, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Reageer wat er gebeurd kan worden op deze video. Volg me even op de sociale media. @GianAnschouwen op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Tot de volgende keer.